Hi allemaal, welkom bij Club Easy Active. Mijn naam is Nino en ik heb vandaag een super tof buikspiercourtier voor je. We maken vandaag gebruik van de timer. We hebben 45 seconden uitvoeringstijd en 10 seconden rust. Dus als je er klaar voor bent, dan gaan we meteen van start. De eerste oefening is de crunch. En ik start de timer even. Hij telt even rustig af. Dan gaan we rustig starten. Goed, crunch. Arm in nek, voet op de grond. Perfect. Mooi. Neus naar het plafond en we proberen 45 seconden lang zoveel mogelijk herhalingen te doen. Maar wel goed natuurlijk. Hè? Eén gouden regel altijd bij deze oefening. Als je knie zit bij je af, dus je neus is altijd naar het plafond. Schouderbladen van de grond en goed adem blijven halen. Heel erg belangrijk. Nou, omdat je werkt op tijd, is het belangrijk dat je de oefening goed uitvoert. Het gaat dus niet om hoeveel oefeningen je vandaag precies doet. Zolang ze maar goed zijn. Mooi. Heel mooi. Blijf ondertussen rustig ademhalen. En als je de timer zo meteen hoort, hebben we 10 seconden rust. En gaan we door naar de volgende oefening. Dus ook vanuit een liggende positie. Keurig. Kijk, hij telt af. Perfect. Goed. Volgende oefening. Vier crunch. Je gaat liggen. Je handen zijn aan de zijkant. Je komt zo op en je tikt je enkel aan. Zijn we er allemaal klaar voor? Gaan we meteen van start. Je komt op, tik aan. Reset, andere kant, precies hetzelfde. Schuine buikspieren. Zorg er wel voor dat je je buikspieren goed aan blijft spannen en goed adem blijft halen. Dat is heel erg belangrijk. Keurig. Nou, ondertussen ben je ondertussen goed bezig met die schuine buikspieren. Je zult merken dat je ze gebruikt op het moment. Zeker weten. Wij gaan ondertussen rustig door. Net zolang totdat we de timer weer horen. En dat, dan moet het helemaal goed komen. Merk je nou voor jezelf dat je die tijd toch iets te lang vindt? Dan kun je misschien zelf een timer ietsjes korter instellen. Of misschien wel langer voor extra uitdaging. Dat is helemaal aan jou. Nou, hij telt rustig af. Let goed op. Volgende oefening. Je handen leg je onder je onderrug. En je benen zijn zometeen gestrekt. Leg lift. Je brengt je benen omhoog. En rustig naar beneden. Yes, daar gaan we. Rustig aan omhoog. En weer naar beneden. Merk je dat je je benen niet kan strekken, dat is geen probleem. Dan buig je ze gewoon eventjes. En dan zul je merken dat dat net eventjes ietsjes relaxter is. Nou, maakt het nou uit hoe ver je naar beneden gaat? Nee, zeker niet. Zolang je maar net op het punt stopt dat je merkt van mijn onderrug trekt vol. En de kracht vanuit je buikspieren blijft komen, zeg maar. Dat is best een pittige oefening. Dus vooral de onderkant van je buikspieren, die zul je ongetwijfeld voelen. Voor ons is het zaak om lekker rustig door te blijven doen. Kan je sneller dan ik? Doe dat dan vooral. Kun je langzamer dan ik? Dat is ook geen enkel probleem. Heel goed. Mooi. Super. Timer af. Goed. Zet de voeten op de grond. Ietsjes dichter bij je billen. En we gaan zo meteen een brug vormen. Je handen zet je op de grond en die druk je er eigenlijk een klein beetje in. Je komt rustig aan omhoog. Vanuit je heup. Laat je iets zakken tot je billen bijna de grond raken en dan weer omhoog. Heel erg belangrijk is dat je je billen goed samentrekt als je boven bent. Keurig. En dat je op deze manier de oefening blijft volhouden. Heel perfect. Mooi. Nou, je zult ook een klein beetje je bovenbeenspieren hierbij voelen. Dat kan natuurlijk. Kracht ook een beetje vanuit de hamstrings, vanuit je heupen. Maar vooral ook vanuit je buik. Blijf je navel goed aantrekken. Super. Heel erg belangrijk. Heel tof. Heel tof. Blijf volhouden. Dat is belangrijk. We zijn al bijna op de helft van deze ronde. Dus dat is hartstikke tof. We wachten rustig op de timer. Kijk, daar is die al. Er is er nog eentje. Perfect. Super. We draaien onszelf om. We gaan liggen op de grond. Armen zijn achter ons. We trekken ons borst en onze knieën van de grond af. En we rustig naar beneden. Spanning is in je onderrug, dat is heel erg belangrijk. Je zult hem ook wel iets voelen. Merk je nou van, goh, ik heb veel te veel last aan mijn onderrug, dat kan natuurlijk. Dan laat je je knie gewoon liggen. Geen enkel probleem. Yes. Zolang je het maar in je onderrug voelt, dat is heel erg belangrijk. Super. Nou, blijf voor je kijken, heel erg belangrijk. En dan gaan we zo meteen naar een iets grotere uitdaging. Ik vind dat een hele fijne oefening. Nou, pakken de knieschijf natuurlijk een stukje mee. Hop. Keurig. Heel mooi. Blijf pulsen. Heel goed. Super. Timer loopt bijna af.
Mooi, let goed op. Draai jezelf een kwartslag. Je elleboog is onder je schouder. Je komt op het vleesige gedeelte van je billen. Je benen zijn gestrekt. En de arm die je achter kan plaatsen, die zet je neer. Trek je knieën in en rustig terug van je af. Alsof je een rotblok wegduwt, zeg maar. Heel goed. Nou, omdat we natuurlijk op je rechterzij liggen nu, doen we zo meteen alles precies hetzelfde, alleen aan de andere kant. Maar zorg er wel voor dat je dus je buikspieren in blijft. Heel goed. Super. Mooi. Nou, merk je nou van dit vind ik veel te pittig? Dat kan. Leg je bovenste been gewoon neer. Dat is geen enkel probleem. Of je onderste been, excuses. Heel goed. Dan doe je hem op deze manier. Geen enkel probleem. Geldt hetzelfde zo meteen voor de andere kant, hè? Hoppatee. Perfect. Nou, ook hier zijn we bijna. Nog 8 seconden te gaan. We zijn nog eventjes vol. En heb je nou last van je heup, dan moet je je positie ietsjes aanpassen, zodat je op het vleesige gedeelte van je billen ligt. Wij draaien op. Hoppatee. Ook hier weer. Elleboog onder je schouder. Vleesige gedeelte van de billen. Arm die je vrij hebt achter je. Benen gestrekt. En knieën in. Heel goed. Perfect. Nou, eigenlijk een hele fijne oefening voor je buikspieren. Het is ook belangrijk dat je ze ook aan blijft spannen. En we zijn al bijna aan het einde van deze ronde. Nou, dan doen we alles natuurlijk nog een keer. Alleen dan van vooraf aan. Heel goed. Probeer je borst open naar het plafond te brengen. Heel goed. Super. Nou, zorg ervoor dat je geen vaas in de buurt hebt. Of geen tafeltje. Of geen kinderen. Dat werkt ook wel. Hè? Heel mooi. Super. Knieën naar je toe. Nog 10 seconden. Hou jezelf vol. Kom maar. Blijf ademhalen. We zijn er bijna. Oké, nog 5. Hou vol. Het telt af. Keurig. Let op. Laatste oefening van deze ronde. We gaan in plank. Plank op je knieën. Ellebogen onder je schouders. Buikspieren aangespannen. En je brengt je knie 1 voor 1 omhoog. Dat is heel belangrijk. Dus 1 voor 1 breng je ze omhoog. Stel nou dat je zegt, ik wil wat meer uitdaging. Dat kan natuurlijk. Dan kom je op je tenen en dan breng je je knieën 1 voor 1 naar de grond. Dat kan ook. Dat is geen enkel probleem. Je mag zelf kiezen wat voor jou het beste toepassing is. Nou, heel goed. Je zult ongetwijfeld je hartslag een klein beetje omhoog zullen gaan. Oeh. Maar we hebben dan ook nog wel 17 seconden te gaan. Dus het gaat hartstikke lekker. Oeh, buikspier kwartier voor thuis. Kun je mooi meepakken. Stel dat je zegt van ik doe hem een paar keer per dag. Kan natuurlijk ook. Mooi. En belangrijk is dat je hem goed uit blijft voeren. Let goed op. 10 seconden rust. We beginnen van voren af aan. Draai jezelf weer om. We beginnen met de crunch. Hoppatee. Voet op de grond. En omdat het nu natuurlijk zwaar gaat worden, niet uit je nek trekken. Kom rustig aan omhoog. Schouderbladen van de grond. En rustig terug. Mooi. En ik wil er nogmaals op wijzen dat het belangrijk is dat je de oefening goed uitvoert. Liever iets minder herhalingen, maar wel goed. Dan te veel en verkeerd natuurlijk. Hè? Daar houden we niet van. Keurig. Blijf naar het plafond kijken. En navel is altijd ingetrokken. Hè? Perfect. Merk je nou dat je last van je nek krijgt? Pak dan snel even een handdoek of iets waarmee je nek wat beter kan ondersteunen. Die kun je eigenlijk in je nek leggen. Op die manier moet het goed komen. Mooi. Goed adem blijven halen. Heel erg belangrijk. Keurig. Nou, we zijn er bijna. Hou vol. En omdat je natuurlijk nu de tweede ronde zit, weet je al een klein beetje wat er gaat komen. Hè? Dus dat is meteen mooi. Laatste. Goed. Je handen zijn naast je. V-crunch. Tik zo meteen je enkel aan. Hè? Even die rust. Geniet er even van. Doe ik dat ook. Helemaal prima. Let's go. Hop. Tik hem aan. Mooi. En stel dat je voor die laatste ronde zegt van ik wil het niveau eigenlijk ietsjes omhoog doen. Zet je benen gewoon iets verder. Probeer die te reiken. Geen probleem. Heel goed. Stel dat je zegt ik ben veel te moe. Zet je knieën of je voeten gewoon ietsjes dichterbij. Doe het op die manier. Verschillende opties. Jij bepaalt je niveau. Heel erg belangrijk. Keurig. Maar belangrijk is dat je ook die reset uitvoert. Hè? Dus terug naar beneden en weer omhoog komen. Perfect. Mooi. We gaan ondertussen rustig door. Mooi. Je moet zo zien, elke oefening die je nu doet, die komt niet meer terug. Daar. Terwijl je denkt van, nou, ik plak er nog een ronde achteraan. Dat mag altijd natuurlijk. Wat betekent? Keurig. Blijf aantikken. Dat is de timer. Goed. Armen onder je rug. Steun voor je onderrug. Denk er goed aan. Je benen zijn gestrekt of licht gebogen. Maar breng ze omhoog door middel van je onderste buikspieren. Hoppatee. Rustig aan omhoog.
en weer naar beneden. Perfect. Nou, je kunt hem wat lager opzoeken en omhoog brengen. Je kunt ook zeggen, ik stop hier. Dat is ook jouw feestje. Absoluut. Nou, wij hebben deze natuurlijk een keer eerder gedaan. Tweede ronde. Is wat pittiger altijd, hè? Je zult merken, je zit wat hoger in je hartslag. Korter in je adem. Heel goed. Maar we gaan lekker door. Merk je dat je last hebt? Buig je benen. Maak je de benen iets kleiner. Geen probleem. Of gewoon iets langzamer. Ja, dit gaat de goede kant op, mensen. Kom op, hè. Woe. Moeten we er wat aan doen. Heel goed. Perfect. Super. Hou vol. Hou vol. Nou. De laatste 3 seconden. En zet de benen neer. Voeten ietsjes dichter bij je billen. Handen in de grond. Daar is die weer. De brug. Maak je klaar. Kracht vanuit de heupen. Buikspieren aanspannen. Here we go. Hop. Omhoog. Naar beneden. Tot je billen net niet de grond raken. En omhoog. Perfect. Heel goed. Nou, merk je in die laatste ronde dat het toch echt iets te veel energie gaat kosten. Laat je even rusten. Kom je weer omhoog. Yes. Mooi. Dit gaat perfect. Let goed op je knieën dat ze niet naar binnen vallen. Hè? Dat is heel erg belangrijk. Super. Blijf je naald intrekken. Kleine uitdaging. Probeer eens je handen wat harder in de grond te drukken. Op die manier zul je merken dat het iets spittiger gaat worden. Heel goed. Krijg je geen last van je tricep. Dat moeten we niet hebben. Hè? Heel goed. Hou vol. Mooie kleurrijke richtjes hier. Dus feeststemming zit er goed in. Oké, perfect. Oeh. Zo, cobra on floor. Daar gaan we weer. Op je buik. Handen achter je. Daar gaan we. Borst, knieschijven van de grond. Rustig naar beneden. Keurig. Je kunt zeggen bijvoorbeeld meer grondvlak. Leg mijn arm op de grond, knie op de grond, trek mijn borst er vanaf. Die manier net iets makkelijker. Stel dat je zegt, ik wil wat meer uitdagen. Geen probleem, neem je alles mee. Mooi. Blijf wel voor je kijken, dat is heel belangrijk. Goed zo. Hop. Kleine uitdaging. Stel dat je zegt van, joh, ik wil iets meer niveau. Nou, hou je gewoon even vast. En weer rustig naar beneden. Keurig. Gewoon even een tel vast boven. Hop, 1. Keurig. Hop. Nog 8 seconden. We zijn er bijna. Dan gaan we door naar de volgende oefening. Daar is die weer, die sideband, zo meteen. Nog eentje, dan kunnen we het. Hop. En draai jezelf een kwart slag. En erboven onder je schouder. Heel belangrijk. Kies jouw niveau. Benen gestrekt. Daar gaan we. Knie in. Knie naar je borst. En weer terug uit. Perfect. En denk aan je opties, hè. Denk aan je opties. Als je denkt, het wordt te zwaar, laat je het onderste been gewoon liggen. Heel goed. En druk hem uit. Nou, het niveau natuurlijk de laatste ronde een klein beetje opschroeven. Dus het niveau gaat iets omhoog, tempo gaat iets omhoog. Knie naar je borst, buikspieren aanspannen, navel intrekken. Keurig. Mooi. Nou, we zijn ruim over de helft natuurlijk van deze ronde. En alles wat we nu doen, doen we natuurlijk ook aan de andere kant. Borst blijft open naar het plafond. Heel goed. Zweetdruppeltjes beginnen te komen. Maar wij gaan door. Zeker weten. Hop. Nog 5 seconden. Kom maar mensen, we kunnen het. Hop. Nog eentje, kom nog eentje. Hop. Wisk van kant. Hetzelfde verhaal weer. Dan gaan we kijken of je het nog weet. Ik ga niet veel zeggen. Let goed op. Benen gestrekt. Of het onderste been op de grond. Knieën in. En terug omhoog. Mooi. Plafond, daar is die. Keurig. Mooi, blijf hem volhouden. Nou, ook hier geldt, hè, op het moment dat je het gewoon niet meer kan. Geen probleem. Onderste been laten liggen. Knie in. Geen probleem. Trek hem goed in, hè. Dat is belangrijk. Stoot hem van je af. Alsof je er een rotsblok weg wilt duwen, bewijs van spreken. Bewijs van spreken. Keurig. En pas op de fase, hè. Pas op de fase. Keurig. Nog 15 seconden. Hou vol. En dan gaan we naar de laatste oefening van dit buikspierkwartier. Dus we gaan ervoor. Zijn we allemaal klaar voor zometeen? Nog 6 seconden. Hij gaat nu aftellen. Maak je klaar. Perfect. En wissel. Keurig. Plank. Die laatste. Ellebogen onder je schouders. Kies knieën of tenen. Dat is jouw niveau. Yes. Let goed op. Nieuwe release. Terug. En de andere kant. Heel belangrijk. Heel goed. Blijf stabiel staan. Blijf aanhouden. Merk je nou van, joh, je moet toch iets pitter. Blijf alleen staan. Navel goed intrekken.
Allebei prima. Jouw niveau. Denk aan je tenen. Knee drop. Let goed op je heupen dan, dat je niet te veel beweegt. Terug naar je knieën, lukt het wel. Hop. Hou vol mensen, het zijn nog 15 seconden ook. Je kan het. Oeh. Je zult de buikspieren een klein beetje gaan voelen. Het zal een klein beetje gaan trillen. Je bent er bijna. Hou vol. Kom maar. Nog 6 seconden. Timer gaan we aftellen. Heel goed. Nog 1. Oké. Dames en heren. Ik wil jullie allemaal van harte bedanken voor het meedoen in deze les. Hele fijne dag verder en wellicht tot de volgende keer. Doei doei.